Hi, hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Ram. Lieve Ram, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk, ook je maan ascendant en je Venus teken laat los als het niet past. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie. Mijn readings zijn tijdloos en we gaan eens kijken wat ik mag ontvangen. Ook ben ik weer bezig met een actie. Wat mag je doen? Voor een basisreading, abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt. En toi, 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 in juli ga ik weer floten. En we gaan eens kijken, wat mag ik oppikken? Al pak ik dit deck al, alleen ik wil eigenlijk een ander deck. Eens kijken, ik ga eerst beginnen met deze. Wat mag ik ontvangen? Voor de lieve Ram. Heel veel, los. Go for it, heb ik hier. Eén kaart graag. Eentje. Think it true. New moon in Gemini. Nieuwe maan in tweeling. Oké, dus er is iets waar je over na mag gaan denken. Think it true. Dus denk goed na. Denk erover na. Ga niet misschien iets zomaar doen. Maar ja. Doordenk het eerst. Girlstuck, time with friends, moving on, happy single and living in the moment and having fun. Oké, dus kan wel dat je eventjes al single bent. Hoeft niet, kan wel. En ja, ga lekker iets met vriendinnen doen of vrienden voor de mannelijke kijkers. Cupid's arrow en een klok, ja. Cycles, time to heal. Dus je hebt even tijd nodig gehad om te helen, is wat ik zie. En heb vertrouwen in de liefde, want het komt eraan. Alleen het is wel belangrijk om niet meteen ergens zomaar in te rushen, heb ik het gevoel. Wat mag ik nog meer ontvangen? Wat is je uitdaging? De vijf van zwaarden. Oké, overdenken. Een situatie waarin waarschijnlijk iets is geweest waarbij... Ja, er een oneerlijkheid was. Het kunnen ook je gedachten zijn, maar het kan ook een situatie zijn waarin er geen winnaars waren. Ja, de vijf van cups heb ik hier. De drie van staven. En de drie van cups, kijk dan. Having fun met persoon. Ja, de vier van zwaarden ook nog. Dus een beetje rust heb ik hier. De hermiet en de koningin van pentakels. Ja, het is voor jou echt tijd. Er was een tijd waarin jij echt een beetje rust hebt nodig gehad. En daarbij een soort van pijn hebt moeten verwerken, is wat ik zie. Je hebt veel gegeven in het verleden. En het kan zijn dat je daar nog soms een beetje in vast zit. Maar wat ik wel voel, is dat jij een keuze hebt. Je hebt die 3-3. En dat betekent eigenlijk dat jij bepaalde keuzes mag gaan maken. Je staat op een nieuw pad, een nieuw weg. Je bent eigenlijk aan het fantaseren. Of je hebt eigenlijk al een stapje genomen om dus eigenlijk hetgeen te willen manifesteren. Of hetgeen wat jij graag wil, om daarin ook actie te ondernemen. En dan zie ik hier de drie van cups. Ja, plezier maken, wat hier ook zegt. Ga met vriendinnen of vrienden erop uit. En laat deze energie van de drie van cups eigenlijk achter. Want je ziet hier achter de twee cups zijn er. Dus... keer je rug eigenlijk toe naar deze energie, is wat ik voel. Dus het is wel belangrijk om oude pijn eigenlijk los te laten. En eigenlijk ja, naar de toekomst te kijken met vol moed. Want er komt veel plezier op je pad, is wat ik zie. En wat hier eigenlijk ook al stond. Eens kijken, wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, de aas van cups. Kijk dan, wat mag ik weten over die vijf van zwaarden? Waar gaat dat over? De ridder van zwaarden. Het kan zijn dat iemand in en uit je leven was. Berichten, teksten, maar daarna eigenlijk weer er vandoor ging. Dat bracht onrust met je mee. Ja, en het is wel belangrijk om je ook single en onafhankelijk te gedragen. Want doe je dat, dan voel je je goed. Het is een soort van empress van de kleine Ankara. Dus laat je hoofd niet op hol brengen, hè, door een persoon die dus eigenlijk een soort van onrust in je leven wil creëren. Dus het is belangrijk om daarboven te staan en om je eigenlijk gelukkig te voelen met jezelf. En te creëren wat je eigenlijk wil. Ik zie hier weer die drie muntjes. Dus 3-3-3, zoek het op. Dan mag ik weten over die vijf van cups. Waar gaat dat over? Wat is er geweest? Of voor sommigen misschien dat je daar nog in zit, hè? Oeps.
Een wereld on completion. Ja, dit is echt nodig geweest om jou een soort van te bevrijden van je verdriet. Om jezelf gelukkig te voelen. Om een cycle af te sluiten in je leven. Ja, en op zielsonderzoek te gaan. Kijk, hier lag ook al de hermiet. Zie je dat? Dus voor jou was het belangrijk om een cycle van verdriet af te sluiten. Om een bevrijding te vinden. Om een afstand te creëren van die energie. Om daarna eigenlijk het licht op jezelf te schijnen. Dat heeft misschien wat eenzaam gevoeld voor je. Maar daardoor ben je wel gegroeid. Je bent al heel wijs. En zie ook waar je al staat. Hè? Hoe ver je al bent gekomen. Dit kan ook een afstand zijn inderdaad met een persoon. Waar je misschien wel heel veel liefde voor had. Maar wat misschien voor jou niet heeft uitgewerkt zoals je eigenlijk wilde. Maar Spirit zegt, er is nog liefde. Keer je rug toe en zie wat je al hebt meegenomen. Die ervaringen die jij hebt meegenomen te zien als kracht om zo door te gaan. Mag ik weten over die drie van staven? Ja, de drie van cups. Kijk dan alweer. Dus misschien, voor sommigen kan het zijn dat er een third party was wat je hebt achtergelaten. Of misschien was er iets waarbij je echt jezelf op de eerste plek mag gaan zetten. En gewoon plezier maken. Ja, het kan zijn dat je vast hebt gezeten. Dus het kan echt wel te maken hebben gehad. Ik zie dit niet twee keer als een third party. Ik zie het meer dat je iets hebt achtergelaten wat niet meer diende. Dus misschien dat er een third party was bij jou of bij een persoon. Maar dat je hebt gekozen om eigenlijk uit die gevangenis te komen. Of misschien is het de bedoeling om uit die gevangenis te komen. Uit die gevangenis van gedachten, van vast te zitten. Want je gedachten zijn kracht. En daarmee, ja kijk, de Page of Cups. Dus het is belangrijk om positief te blijven. Die ervaringen die je hebt meegenomen, die jou doen hebt vast laten zitten in je hoofd, te transformeren. Dus wat kan je dan doen om inderdaad erop uit te gaan en je rug te keren naar die gedachten die je hebt? Ja, kijk, de zon. Hoe vet is dit? Ja, wat ik zie, een nieuwe aanbieding. Dus zodra je dat ook doet, zodra je deze gedachten eigenlijk van vast te zitten loslaat en uit die energie komt, ook al voelt dat lastig, maar ga erop uit. Dat kan ik je meegeven. Want daarmee kan het zijn dat jij een liefdesaanbieding krijgt. Misschien dat je iemand tegen gaat komen of misschien dat je al iemand kent. Maar ik heb meer het gevoel dat dit iemand is die jou iets wil aanreiken. Wat jou heel gelukkig gaat maken. Kijk, de zon. De zon is de prachtigste kaart van het tarot. Dus geniet ook van het leven, ondanks wat je hebt meegemaakt. Ja, en de drie van staven, daar kun je weer verder. Het is belangrijk voor jou om verder te gaan in je leven. En ja, de ervaringen die je hebt meegemaakt, mee te nemen als kracht op rustig vaarwater. Er is een licht aan het einde van de tunnel. En daardoor kan je eigenlijk weer doorzetten, is wat ik zie. Ja, de twee van cups, kijk, daar waren ze al. Dus er komt een soort van samenkomen aan, is wat ik zie. Misschien ken je de persoon via vrienden. Of in ieder geval is er iets als jij plezier gaat maken, je gelukkig gaat voelen. Dat er dus iets op je pad gaat komen, zodat je ook die zware energie kan transformeren. En daarom eigenlijk weer iets aan kan gaan. Oké, wat mag ik nog meer ontvangen? Ik ga nog even deze pakken. Wat mag ik nog ontvangen? Ja, overgave, laat maar gaan, alles komt goed. En transformatie, je relatie met iemand staat op een punt zich te verdiepen. Oké. Ja, en liefde in overvloed. Er komt heel veel liefde op je pad. Laat haar toe. Oké. Dit is wat ik voor jou heb. Liever al, mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel. Onder in de comments wat je me wilt. En dan hoop ik jou snel weer te zien. Doeg!